Ik heb vandaag weer een shoplog. Alweer. En ik dacht nog eventjes van, zal ik er wel een shoplog van maken? Zal ik er niet een shoplog van maken? En ik dacht, weet je wat, ik doe het gewoon. Want het is weer een beetje anders dan anders. Normaal doe ik altijd echt beauty shoplogs. En deze keer zit er één beauty dingetje tussen. En verder is het ja wat kleding. En ik ben naar H&M Home geweest. En nog wat dingen. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga er toch maar gewoon een shoplog van maken. Hij is iets anders dan anders. Maar hopelijk vinden jullie het toch leuk om te kijken. Laat ik maar beginnen met de Zara. Het lijkt me alsof er heel veel in de kast zit. Dat is eigenlijk helemaal niet zo. Want er zitten ook nog andere dingen in. De Zara in Amsterdam wordt op dit moment verbouwd. En volgens mij gaat die pas echt in september open. Hoe lang is dat? Echt heel erg onhandig. Oh, en er valt een tasje. Maar ik was met mijn moeder was ik toevallig in Eindhoven van de week. En daar zit ook een Zara. En ik zei al van, nou, ik wil er toch eventjes kijken. Want ja, ik kan nu in Amsterdam maar niet naartoe. Dus ik kijk wel even in Eindhoven of ze nog iets leuks in de sale hebben. Een nieuwe collectie en zo. En toen heb ik twee dingen gekocht. Ik heb uit de sale heb ik deze top gekocht. Het is gewoon, ja, zo. Zara heeft altijd van die blouses in het assortiment. Die ze wel vaker hebben. Gewoon basic. En ik draag het heel erg vaak. Ik vind het gewoon fijn. En ik hou van mooie kleuren. En ik vond dit zo'n mooie kleur blauw. Dat vond ik echt. Dat trok me echt meteen aan. Hij is alleen echt ontzettend gekreukt. En zo hing die al in het rek. Maar er was maar eentje van mijn maat. Dus ik dacht, nou, weet je wat, ik neem hem gewoon mee. En dan strijk ik hem thuis wel even. Maar dat moet ik nog doen. Deze was, als ik een prijskaartje kan vinden. En kijk, deze was €29,95 en nu was die €19,95 of €19,99 geloof ik, als ik me goed herinner. Dat was deze. En verder, de andere die ik heb gekocht heb ik nu aan. Dat is deze en dat is eigenlijk een beetje hetzelfde idee. Gewoon, deze heeft dan wel driekwart mouwen, de andere heeft lange mouwen. Ik wijs achter me, want ik leg hem net naast me neer. Maar die andere heeft lange mouwen en deze die heeft driekwart mouwtjes. En een bloemenprintje. Normaal, ik koop echt bijna nooit prints. En dan helemaal geen bloemenprintjes. Maar ik vond de kleuren van deze zo leuk. En dit zijn echt van die kleuren die ik altijd draag. Dus ik trok hem aan en ik vond hem echt super leuk. Dus die heb ik toen ook gekocht. En deze was volgens mij €29,99. Mochten jullie wat gekke achtergrondgeluiden horen. Dat komt doordat er nu op dit moment voor mijn huis een hele grote stijger staat. Zo'n hoogwerker. En daar hangen doeken aan en het waait heel erg hard. Dus dat rammelt allemaal lekker tegenaan. Sorry, ik kan er niks aan doen. Maar hopelijk hebben jullie er niet al te veel last van. Ik ben ook nog bij de H&M in Eindhoven geweest. En daar kocht ik nog deze sporttop. En er zitten sowieso echt heel erg veel sportkleren nu in deze shoplog. Maar ja, deze kocht ik bij de H&M. Ik ben altijd op zoek. Ik ben sowieso dol op de sportkleren van de H&M. Echt, bij mij zit het echt fantastisch. Ik vind het goede kwaliteit. Het is niet duur. En het droogt super snel. En modellen zijn goed. Dus ik ben echt heel erg tevreden over. En ik ben altijd aan het kijken of ze nieuwe tops hebben. En nieuwe leggings. Want ik wil gewoon een beetje kunnen variëren. Ik wil anders zien er altijd hetzelfde uit als je aan het sporten bent. Dat vind ik niet leuk. Dus ja, deze hadden ze. En deze was €9,99. En hier heb ik er al. Ik heb deze ook nog met zwart met roze. En deze hadden ze net binnengekregen. Dus met zwart met wit. En ik heb hem ook in het zwart. En het zijn wel fijne modellen. Ze zijn ietsje langer en ze zitten gewoon heel erg goed. Maar ja, zoals ik zei, wassen goed. Ze drogen snel. Perfect gewoon. Dat waren dus de dingen die ik in Eindhoven had gekocht. En ik moest vandaag ook nog even wat dingen hier in de stad in Amsterdam doen. Dus toen kwam ik ook nog bij allemaal winkels waar ik sowieso nog eventjes moest zijn. En ik zit nu even te kijken waar ik mee ga beginnen. Ik begin met nog een keertje H&M. H&M Home vooral. Ik vind de dingetjes van H&M Home altijd zo ontzettend leuk. Ze hebben gewoon echt super leuke dingen voor in huis. Ook weer niet te duur. En ja, ze wisselen ook best wel vaak van collecties. Dus daardoor hebben ze gewoon heel vaak allemaal leuke dingen. Bij de home afdeling kocht ik drie dingen. Allemaal in de sale trouwens. Dus dat was wel mooi. Dus even kijken hoor. Ik kocht een douchegordijn. En ik ga eens even kijken of ik hem open kan maken. Met veel geweld heb ik hem open gekregen. Het is op zich niet een heel spannend douchegordijn. Ik heb nu echt een hele leuke, ook van de H&M, met cupcakes. Maar die heb ik nu al best wel een tijdje. En die begint nu best wel lelijk en vies te worden. En hij is gewoon echt aan vervanging toe. En uit de sale kocht ik deze. En hij loopt dus helemaal zo door. Dat is de steepdouchegordijn. En deze was normaal echt iets van
18 euro of zo. En ik heb hem nu voor 5 euro. Dat is nou nog eens een goede deal. Ze hadden ook een hele leuke zwart-wit met allemaal beestjes uit de nieuwe collectie. Maar die was dan ook 18 euro. En dat vond ik gewoon net een beetje te veel. En ik dacht, nou, deze vind ik ook heel erg leuk. Past ook heel goed bij mijn badkamer, want die is wit met zwart. Dus daar kan grijs natuurlijk hartstikke goed bij. Ook kocht ik nog deze. Ik ga hem even uitpakken. Zo. Dit is... Oh, wacht, hij zit ook nog vast. Dat is echt heel onhandig. Kan ik dit makkelijk openmaken? Ja. Dat is deze. En dit is zo'n tafellopertje. En ik vind het altijd zo wat om een heel tafellaken neer te leggen als iemand komt eten. Dus met zo'n tafellopertje is dat veel makkelijker. En dit is met allemaal soorten groenten en... Ja, allerlei soorten groenten gewoon. En ik vond hem echt wel heel erg leuk uitzien. En deze was 2 euro. En dan heb ik nog een tafellopertje. En die ga ik ook meteen uitpakken. En dit is echt zo'n hele zomerse. Dat is deze met milkshakes. Gewoon vrolijke kleurtjes. Die andere staat al beter bij mijn interieur. Maar ik vond deze zo vrolijk en gezellig. Dat ik dacht, nou, die vind ik ook leuk. En die was ook 2 euro. En ik kocht nog deze sportsokken. En zoals ik laat zo nog veel meer sportkleren in mijn shoplog zien. Maar ik ben de laatste tijd ben ik dus best wel van aan het sporten. Ongeveer nu 3 maanden. En ik weet dat het best wel een trend in beautyblogland is om heel erg te sporten en super gezond bezig te zijn. Nee, dat is niet helemaal waarom ik het doe. Gewoon, ik doe het vooral gewoon omdat ik het echt nodig heb. En ik ben nu iets van 3 maanden bezig en het gaat gewoon echt super goed. En ik merk gewoon heel veel verschil. En ik benader het ook op een hele normale, relaxte, gezonde manier. En dat gaat gewoon echt heel erg goed. Maar ik vind het gewoon leuk om leuke sportkleding te hebben. Want vroeger toen ik ging sporten had ik echt zo'n hele lange joggingbroek. En dan had ik er gewoon een stom shirt bij. En dan voel je ook. Ugh. En dan ga je sporten en dan is het gewoon niet leuk. Dus ik heb nu sinds een tijdje ben ik gewoon echt allemaal leuke sportoutfits aan het kopen. En dan heb ik er gewoon zin in. En het is misschien, ja, het is maar een detail. Maar leuke sportkleren maakt gewoon sporten leuker. Ik had altijd gewoon van die zwarte enkelsokjes van Nike. En ik wilde heel graag gekleurde hebben. En ik kon ze nergens vinden. Bij de H&M dus wel. En dit zijn dus ook gewoon echt van die speciale sportsokken. Dus gewoon 3 paar voor 8 euro. Nou, dat vind ik een goede deal in 3 kleurtjes. Gewoon vrolijk en... gewoon leuk. Verder heb ik ook nog deze gekocht. En deze heb ik niet vandaag gekocht. Ik had ze vorige week besteld. Volgens mij heb ik ze vrijdag besteld. En ze kwamen dinsdag binnen. En het zijn deze sportschoenen van Nike. En ik was al een tijdje was ik op zoek naar gewoon gekke, vrolijke sportschoenen. En dat is zo lastig om in de winkel te vinden. En ik heb een maand of 2, 3 geleden heb ik wel nieuwe Nikes gekocht. En die zijn gewoon prima, maar die zijn gewoon zwart met neongeel en een beetje saai. Ik heb er overigens wel knalroze veters doorheen gedaan, want ik wilde de boel een beetje opvrolijken. En toen had ik op de site van Nike had ik al wel een beetje allerlei schoenen met prints zien staan. En die waren ook heel erg geschikt voor de sportschool, maar die had ik toen niet besteld. En toen zag ik opeens deze op mijn site staan. En toen had ik echt zoiets van, oh, die moet ik hebben. Nou ja, echt ongeveer zo zat ik ook achter mijn computer. Het is een beetje overdreven. Het zijn maar sportschoenen, maar ik had echt zoiets van, wauw. En bovendien, ik ga nu iets van 5 keer per week naar de sportschool. Dus dan vind ik het ook al gewoon leuk om leuke sportschoenen te hebben. Dus het zijn deze. Dit is de Nike Free TR Fit 3. Hele mond vol. En dan op de website heette deze dan ook nog extra nog die hele naam dan met printed erachter. Omdat ze dus een beetje een gekke print hebben. Ik zal even een link plaatsen naar de website. En ze waren 115 euro. Op zich ja, ik vind dat gewoon wel een nette prijs voor sportschoenen. Ik wil niet meer dan 120 ongeveer betalen. Dus dat is gewoon prima. Ik heb ze dus op de Nike site besteld. En ze waren snel binnen. En ik heb ze vanochtend voor het eerst aangehad in de sportschool. En ze zaten echt super lekker. Ze vallen overigens vrij klein. Dus ik heb een maat groter besteld dan normaal. Omdat ik vaak met Nike sportschoenen gewoon een maat groter nodig heb. En bij deze dus ook. Dus dat zijn deze. En ik ben dus vandaag ook nog naar de Nike winkel geweest. En dat was ik eigenlijk helemaal niet van plan. Maar ik was bij H&M bij een verkeerde uitgang naar uitgegaan dan ik eigenlijk van plan was. En toen kwam ik opeens voor de Nike winkel uit. En er stond zo heel groot sale. En ik dacht, oh,
dan moet ik toch eventjes kijken. Ja. Zoals ik net al zei, de meeste sportkleding is van H&M. En daar ben ik echt heel erg tevreden over. Maar ik wil gewoon wat meer kleur. En ik had al een tijdje bij Nike gekeken. En ik zag af en toe wel wat leuks. Maar de dingen van Nike zijn gewoon best wel duur. En ze hadden dus uitverkoop. En op een aantal van de dingen die ik wilde, was 30% korting. Nou, dan wordt het nog wel interessant. Dus ik heb deze legging gekocht. Dit is zo'n driekwart legging. En dan is hij, ja, uiteraard een roze. Het kan ook niet anders. En dan is hij aan de bovenkant is hij gedeeltelijk oranje. En dat loopt dan weer over in roze. En aan de achterkant heeft hij een zakje. Dat vind ik altijd wel handig. En gewoon touwtjes in het midden. Ja, gewoon een prima sportlegging. En normaal was die, als ik een prijskaartje kan vinden... Oh hier. Normaal was die €55. Nou, het is nog te doen, maar ik vond het gewoon net even te veel. En nu was die €38,50. Dus dat is nog wel goed te doen. En ik kocht ook nog deze. En dit is een sporttop. Ook eigenlijk in dezelfde kleur roze. Met dan zo'n Nike logootje erop. Nou ja, dat maakt me dan nooit zoveel uit. Maar ik vond de kleur heel erg leuk. En ook deze die heeft, zoals heel veel sporttops dat hebben, ja, zo'n BH-achtig iets in de binnenkant. Ik kan me trouwens nooit voorstellen dat iemand daaraan genoeg heeft. Qua support, ondersteuning. Ik in elk geval niet. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Maar ja, dat is dus deze. En aan de achterkant zo'n racerback en een beetje gaatjesachtig iets. En deze die was normaal €43. En hij was nu... En deze werd nu €30,10. Dus ook dat vond ik wel gewoon... netjes en prima. En overigens ga ik ze niet bij elkaar dragen. Want dat vind ik een beetje te veel van het goede. Dan word ik wel erg roze. En zeker dan met die schoenen erbij. Dan wordt het iets te bont. Maar ik denk dat ik deze gewoon met zwarte top ga dragen. En deze juist weer bij de zwarte broek. En op die manier dat ik gewoon mijn combinaties maak. Ik zou het bijna vergeten. Maar ik heb ook nog één beauty dingetje gekocht. En dat is deze. Dit is de Ultra Facial Toner van Kiehl's. En dan in een kleine verpakking. Ik ga binnenkort op vakantie. Of nou, binnenkort, het duurt nog eventjes. Maar als ik op vakantie ga, dan wil ik graag kleine verpakkingen meenemen. Of in elk geval niet te groot. En ik had hiervan al een kleine face wash. En ik had nog niet echt een kleine toner. Dus ik dacht ineens, oh ja, Kiehl's die heeft... De Ultra Facial Toner, die ik echt heel erg fijn vind, hebben ze ook in het klein. Dus laat het die maar kopen. En je zou denken van... Hoe lang kun je hiermee doen? Nou, daar ga je echt versteld van staan. Echt, die Ultra Facial Toner, toen ik hem full size had, ging die gewoon echt nooit op. Het duurde zo ontzettend lang. Dus ik denk dat ik met deze, ik denk dat ik er echt wel iets van 2-3 maanden mee kan doen. Niet dat ik zo lang op vakantie ga, overigens. Hij was €9,50. Niet heel erg goedkoop. Maar ja, gewoon voor een fijne toner. In een goede, kleine verpakking. Vind ik dat prima. Dat was mijn shoplog voor vandaag. Hopelijk vond je het leuk om eens even wat andere dingen te zien. Normaal is het alleen maar beauty en beauty-achtige dingetjes. En nu is het eventjes heel wat anders. En ik ben niet echt zo'n fashionista. Helemaal niet. Maar ik vond het wel even leuk om het op deze manier te laten zien. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En comments achter te laten. En de video te liken. En all that jazz. En tot de volgende keer. Doei!